We zien hem al in Nijkerk teruggevallen met 3. Want daartussen zit ook Rudy van der Heuvel, de man van de voetbalzuiver en Bellicum. Het is nog steeds daar iets vrij. Daar komt Van Dongen. Daar komt een aanval van Van Dongen. En kan hij dan de goede lijn in de bocht kiezen? Buiten binnen is hij. Komt hij er hier weer naast uit? 13-3-3. 13-3-3. Robert Jan van de Brink van Dongen. Van de Brink van Dongen. Dat is de strijd om de vierde plek. Ja, daar gaan we een competitie van maken, denk ik. Van het vierde in ieder geval voor naar de finale plek.
15 jaar. Ik heb een tegenaan Matthijs de Ruiter. De Ruiter is hier als eerste getrokken. 3-2-2, Tom van de Akker. Die neemt hij met zich mee. Oh, en dan gaat het even verkeerd met hem al uit Geldermals op Dylan van Doesburg. En dan heeft hij de snelheid kwijt. En dan komen de mannen van achteren. Foutje daar van Steenkraal, de triple. Ja, dan is er maar één man die geen foutjes maakt. Oh, crashing daar. Remco Baas, denk ik. Remco Baas. De mannen die dat overdoen. En die langs Steijen. Hij gaat niet mee naar de finale. Wel mee naar de finale, Matthijs de Ruiter. Hij gaat mee. We kijken naar 3-2-2 op die trap. Daar zit de Tom van den Akker. We kijken naar Kevin Steenkra en Geldermalsen met Dylan van Doesburg. Categorie 18 jaar oud. Hoe hele slechte start van 1,5 minuten. Hoe gaat hij terugkomen? 311, 7-0, hardzetten. Dit is Fries Koetering. Koetering op plaats nummer 6 vast te vinden. Gaat hij nog mee straks naar die finale? We kijken naar Dion Plante. We kijken naar Hoogdal. Kijk, 1, 2, 3. Daar is hij weer. Op terug naar positie nummer 5. Maar hij doet nog. Hij doet naar die vierde positie. Anders zijn we Koetering hier weer kwijt. Hij komt terug op 3 zelfs. We nemen mee Plante. Daar gaan we in ieder geval naar kijken. We kijken dan naar Reentje Marten. We kijken naar Koetering op 3. En we kijken naar Hoogland met 906. Robin Hoogland mee naar de finale. Die gaan wij daaraan toevoegen, want deze halffinale lijkt nog iets minder sterk te zijn hoor. We zien problemen voor Evo Krivo, dat niet buiten, omdat de kop gaat helemaal vanaf de buitenkant. Vanaf plaats nummer 8 tot FCC Amazone. En dan hebben we het over Rens Hobo met Alvenaar 2 jongens. Dat zou een verrassing zijn met heel veel moeite door de maatjes heen. En nu op die tweede positie, Evo Krivo, hij is terug naar 3. En we kijken naar Flying Bike Joey Norman. Dat zijn de eerste 4 en waar blijft Van Rins vandaan? FCC Amazone, dit is zijn baan. Hier treedt hij af en toe wel eens als hij niet in het buitenland voor het werk zit. En dan gaat hij hier eruit hoor. Hij gaat eruit als 5. We nemen Hobo mee. We nemen Norman over. Stretching daar. En dan zijn we Norman kwijt. En dan nemen we mee naar de finale. Arjen van Grinsen. Categorie promotie, klasse dames, halve finale. Met een lijster in de tussenstand met ongeveer 3000 punten voorsprong. Gaan we kijken naar Lisa Mensen. Zij is niet aan de kompreden, 3000. Maar dat is volgens mij al wel. Ze zou volgens mij de laatste wedstrijd de NK niet doen hoe die klasse zo doorgaat. En dan neemt zij deze Nederlandse titel mee naar huis. Natuurlijk een klassement die al verder in de traditie teruggaat. We doen het al een jaartje op 20. En zij gaat volgens mij de tweede vrouw worden uit de club van deze staat die deze competitie op haar naam kan schrijven. Hier gaat ze in ieder geval mee naar de finale. Samen met Maris Kaposjes en 117 is het nummer van Marieke Sieber. Daar hebben we nog één plekje over. 916 is het nummer van Kip en Brinkman. Ja, spannender kan ik het niet maken. Dan zijn de mensen die mee gaan naar de finale. Nummer 26 en dan gaan we terug naar de kleine mannen. Renske Roelof, zij is natuurlijk ook favoriet samen met Buitenhuis. Jessica Buitenhuis, 188. Nou, we hebben 5 rijders in de baan, maar eentje van af moet vallen. Want eigenlijk zitten we deze klaar, want deze ter klasse. Altijd te wachten tot de finale begint, want dan begint de spanning. We gaan alleen even kijken van wie we afscheid moeten nemen. Dat lijkt me Liesbeth van Nieuwenhuizen gelopen. Want het is Sammy Meijners die op die vierde positie zit. Renske Roelof, zij is heel goed voor de rest van dit deelnemersveld. Zij gaat mee naar de finale. Vervolgd door Bernadette de Havenkamp, nog steeds last van vijver. En als hoog tweede worden, vervolgd door 188 Jessica Buitenhuis. In de herkanting, race nummer 15, gaan we nog veranderingen zien. We zagen de strijd tussen Schoneveld net in de eerste halve finale. En tussen, nou, even kijken of we dat nog weet. Koor, volgens mij, Julian Koor. Dat waren de mensen in de gevaar door een rol. Laat dit Schoneveld dan, en het is nu helemaal opzet. Want het is Alkmaar die op 5 zit. En dan kijken we wel natuurlijk weer naar Dave Kleiboer. Daar gaat niks aan veranderen. Kleiboer gaan we meenemen. De tweede positie door Jeroen en Van der Wiel. De kleine man van de Roepersbelly kunnen ook de derde plek is hetzelfde. Met 713 kijken we naar Boyen van Hassel. En dan 4-9-4. Hij is de lucky bastard vandaag. 4-4-9 is het nummer van de man uit Gula. Kuntje door de voet. Hij gaat mee naar de finale.